Hey Siri, route naar Molenpark 3. Hey allemaal, welkom en leuk dat je weer kijkt naar een aflevering van Plant-Based Balance. Kanaal waar je leuk en educatieve content over een levenbalans gecentreerd rondom een plantaardig dieet kunt zien. Ik ben vandaag weer terug naar wat allemaal begon in Utrecht. Bij de jaarbeurs op het Vegfest gefilmd en vandaag ga ik naar een vrijwilligersborrel van de NVV, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. En ik laat jullie gewoon zien hoe het daar aan toe gaat, wie de mensen zijn en kijken achter de schermen van de organisatie waar jullie misschien wel lid van zijn of van willen worden. Dus ik zou zeggen, geniet en kom met me mee. We hebben dus net een mooie voorstel rondje gehad van iedereen. We hebben de Vegan Challenge voorbij zien komen, de Stand Crow, het bestuur. Mooi om alle mensen een keertje zo te zien. En nu is het gezellig gedeelte aangebroken, dus we gaan lekker genieten van het drankje, wat eten. En eens kijken of ik de camera in wat gezichten van wat mensen kan gooien, zodat we wat persoonlijkere verhalen kunnen krijgen en misschien ook boodschappen voor jullie. En we gaan zo'n spelletje doen, dus ik ben benieuwd. Oké. Okay. Oké, maar we zijn wel trots tegenwoordig. Ja, dat is trots. Ja, bingo. Spanning is om te snijden. 44? Kan hij niet tegen. Oeh, kijk eens wat er aankomt. Vegan pizza. Gaat dat op Instagram? Ja, gaat wel op Instagram. Lekker man, bedankt Domino's. Geen sponsoring hier of zo. Nee. Domino's heeft het gratis. Ja. Dat is wel een vorm van sponsoring. Wil ik iets zeggen tegen de sporters onder de vegans, die denken dat je vlees nodig hebt om heel sterk te worden? Wanneer ze een vegan uitvoeren, als ze niet bij kunnen houden. Dat is ook een andere pizza die al gezegd. Sta je niet blind op eiwitten? Was het 3000. Zorg dat je genoeg eet als je wil aankomen. En dat je iets minder eet dan je energiebehoefte als je wil afvallen. En eet gewoon gezond en slaap genoeg. Ja, gaat er. Enough said. Dus knop in je oren, je hebt geen vlees nodig. Nee, dat sowieso niet. Huh? Niet eens een beetje. Ja. En wij gaan even lekker verder met junken. Proost. Ik sta hier naast Debbie. En Debbie doet? Ik ben communicatiemedewerker voor de NVV. Dus ik doe heel veel, maar vooral online. Dus ik doe communicatie, social media, website. Heel veel, alles wat ook daarvan, ook deze vlogs, daar hoort ook allemaal bij. Ja. En wat zou jij de leden willen meegeven van de NVV dit jaar? Ik hoop dat we met heel veel enthousiasme samen er een mooi jaar van gaan maken. Okay. En nog meer gaan betekenen voor de dieren. En ik hoop dat jullie ook allemaal naar de ALV komen. En dat ik jullie daar weer zie. Oké. Okay. Nou, je hoort het. Oproep is gedaan. Oké, okay, ik sta hier nou naast Julia. En Julia is? Ik beheer de Instagram-account van de NVV. En ik vind het onwijs leuk om te doen. Het is een heel creatieve functie. En wat ik eigenlijk zou willen, is hulp. Hulp, luister jongens. Oproep aan de leden. Ja. Ja, iemand die van liken houdt, van interactie, van creatief denken.
van tekstjes bedenken, van foto's schieten, recepten maken, koken, whatever. Wow, okay. Wat met Instagram te maken heeft, yeah, mag zich melden. Gewoon een PM sturen op Instagram account. En dat is NL Vegan. Oké, okay, dus NL Vegan, Instagram, als je zin hebt, als je denkt van ik heb hier iets aan toe te voegen, ik wil iets doen, creatief zijn, ja, even een berichtje sturen en wie weet, doe je wel mee en zie je jouw ideeën en content straks op Instagram of Facebook. Ja. Ja? Helemaal top. Oké, okay, leuk. Doen jongens, doen. Oké. Okay. Hoi, ik ben Richard, ik houd LinkedIn bij van de NVV. Ik zet allemaal leuke berichtjes voor jullie daarop. En nou, ik hoop dat jullie allemaal heel diervriendelijk 2019 gaan beleven en dat we vele veganisten weer mogen verwelkomen. Oké, okay. En heb je nog een boodschap voor de leden die er nu al zijn? Leden die nu al zijn, ga zo door. En ik hoop dat we veel leuke dingen mogen doen met elkaar dit jaar. En nou, we gaan het zien. Oké okay, jongens, jullie horen het. Hoppakee. Hey, tot ziens hè. Goed hè. Doei. Doei. Oké, okay. Dus ik sta gewoon bij de nieuwe redactie van de NVV. Zorg dat je het blad leest, wordt lid, krijg je inspiratie, verdieping. Allemaal een mooi pakketje en jullie gaan er iets moois van maken. Zeker. Oké. Oké. Oké, nog iemand vandaag van de NVV en ik sta hier naast Emiel. Naast Emiel. En Emiel, wat doe jij voor de NVV? Ja, ik ben voorzitter van de NVV. Ja, en voor de rest ook aanspreekpunt op het gebied van samenwerkingen. Het gebied van communicatie, dat alles gewoon goed loopt. Voor de rest ben ik ook projectcoördinator voor de Vegan Wiki. Zo, dat is een hele bak vol. Hè? Het doet heel veel voor de NVV. Heb je nog iets wat je de leden wil meegeven voor het komend jaar? Nou, dat er heel veel staat te gebeuren voor de komende jaar. Okay. Er is een enorme groei, vooral in het aantal ondernemers dat erbij komen. Een enorme groei in het aantal leden dat we ook zien. Enorm enerverend jaar dat het ook gaat worden. We hebben ook heel veel leuke projecten. We gaan binnenkort ook. We zijn al een heel tijdje bezig met een vegan starter guide die we uit gaan brengen. Oh ja, ja, ja. Hele mooie ontwikkelingen bij voor de. Voor mensen die nieuw vegan willen worden. Waar je allemaal rekening moet houden, waar je tegenaan loopt. Dus super interessant voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Precies. Dus dat zijn vooral de mensen die meedoen bijvoorbeeld met een vegan challenge. Ja. Die krijgen daarna een hele mooie magazine toegestuurd waar alle vragen waar een beginnen. De veganist mee zit, krijgen ze dan gewoon thuis gestuurd. Super mooi. Oké. Okay. Ja, en de Vegan Challenge is ook het plan om dat iedere maand te gaan laten gebeuren. Ja. Dus voorheen moesten mensen soms nog wel eens 2 maanden wachten voordat ze mee konden doen. Dus even, nou, dat moet afgelopen zijn. Ja. Dus we gaan er hard aan de slag om te zorgen dat gewoon mensen per eerste van de maand kunnen starten. En daardoor verwachten we ook gewoon ontzettend veel meer mensen die zich kunnen inschrijven voor de challenge. Okay. En dat is hartstikke mooi, want de afgelopen jaar hebben we 15.000 mensen meegedaan daaraan. 15.000. En ja, als je het omrekent, in die maand hebben dus door 1 maand niet dierlijke producten te eten, zijn er dus wel 50.000 dieren daarmee bespaard gebleven. Okay. En misschien zelfs mensen die ook daarna vegan zijn gebleven. Ja. Dat scheelt ook enorm. Wauw. Nou, geweldig. Wat we allemaal kunnen bereiken, al het leed op kunnen besparen, alle gezondheidswinst die we kunnen behalen met z'n allen. Ja, top. Ja, dankjewel. En even voor de dingen, Emiel is een heel stuk groter dan ik. Kijk maar, ik sta hier echt op een balk. Maar mag de pret niet drukken, want zo krijgen we wel een mooi shot. Helemaal goed. Hey, dankjewel hè. Zo. Nou, dat was een leuke middag. Nieuwe mensen leren kennen, allemaal hun bewegingsredenen voor het veganisme gehoord. Lekker gegeten, spelletjes gedaan en leuk dat je met allemaal mensen dezelfde visie deelt en dezelfde mening en toch ook nieuwe dingen hoort. Ik hoop dat jullie ook een beetje een leuke kijk hebben gehad achter de schermen van de NVV. Wie het allemaal zijn, wat ze doen, wat je ervan kan verwachten de komende periode. En dan rest mij alleen nog maar te zeggen, streef naar balans, plant-based. Ik zie jullie weer de volgende keer. Right.